Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van de LEGO Urbanist. Uh, met de winter in zicht wil ik het vandaag gaan hebben over mijn collectie van de wintersets. Uh, we zijn hier al 15 jaar geleden, geleden mee begonnen met LEGO om elk jaar een winterset uit te brengen. Uh, in het begin had ik zoiets van, nou, eigenlijk vind ik ze helemaal niet zo leuk. Daarom ben ik op een vrij laat begonnen met sparen. Achteraf is dat heel erg jammer, want ze zijn nu uh, on, in, on, van onschatbare waarde. Ehm... Um, ik heb hier dus een aantal sets. Heb ik daarvan, zoals de Lego brandweer, uh, het Lego huisje, uh, de Santa's workshop, uh, Elf Clubhouse, het pe Peperkoekenhuisje. En uh, dit jaar uh, verloopt uh, de Lego Dorpstraat met het trammetje. Die wil ik uh, nog wel dit jaar aanschaffen, uh, aangezien ze als ze uit de handen gaan uh, verdubbelen in waarde. Um, en uh, hier heb je nog een Lego uh, werkplaats van, uh, van de Elfjes. En in, uh, hierna wil ik allemaal uh, van elk aparte huisje wil ik een short gaan maken. Dus uh, mocht je wel wat meer uh, verdieping willen over de huisjes, blijf, uh, blijf kijken. En blijf vooral het kanaal volgen. Um, mocht je een leuk filmpje vinden, like en subscribe en deel het vooral met je vrienden.